Wat doe je als bedrijf als je merkt dat je werknemers niet goed genoeg zijn opgeleid? Het is een probleem waar ze bij constructiebedrijf Willemsen en Boven-Leeuwen tegenaan liepen. De oplossing is even eenvoudig als bijzonder. Het bedrijf is namelijk een eigen opleidingstraject gestart. Werken en studeren binnen één bedrijf. Met onder meer lassen, metaal bewerken en je leert alle kneepjes van het vak. Als je geïnteresseerd bent in een nieuwe opleidingsrichting, dan zijn de leermogelijkheden vaak beperkt. Constructiebedrijf Willems in Boven-Leeuwen is daarom zelf begonnen met lesgeven. Op deze manier kunnen niet alleen BWL-studenten, maar ook geïnteresseerden zich verdiepen en leren over staal- en metaalbewerking in hun eigen laslokaal. We vonden dat de leerlingen de juiste aandacht nodig hebben die ze verdienen op het moment dat ze hier de opleiding komen volgen. Dus wij hebben eigenlijk bedacht om één ruimte, of eigenlijk twee ruimtes, te centraliseren met één praktijkbegeleider, waardoor je één op één begeleiding krijgt, wat het allemaal wat persoonlijker maakt. En ze krijgen voldoende aandacht en die hebben ze echt nodig. Tijdens de lessen wordt er veel tijd en energie in de leerlingen gestoken. Zo heb je de kans om al veel met praktijk bezig te zijn, maar het stukje theorie is ook onmisbaar. Constructiebedrijf Willems geeft je dus al veel mogelijkheden, wat erg uniek is als je nog weinig kennis hebt. Hier in het laslokaal leren ze eigenlijk de basisprincipes van metaaltechniek. We hebben, zoals Anke al zei, daar een theorielokaal, waar ze dus eigenlijk een stukje theorie leren. Dan moet je denken aan tekening lezen, materiaalkennis. En hier in het praktijkgedeelte leren ze onder andere lassen, samenstellen, zagen, boren. En eigenlijk alles wat er bij komt kijken voor de basisprincipes. Ik geef eigenlijk 4 dagen in de week les. Maar meestal zijn er tegenwoordig al 5, omdat we dus regelmatig zijenstromers krijgen. Of leerlingen die dus vrij zijn van school, herfstvakantie. Of ze hebben een inloopweek. En als ze daar niet naartoe hoeven, dan zijn ze bij mij. Dus dan ben ik echt 5 dagen met leerlingen bezig. Het grootste gedeelte waar ik mee bezig ben is praktijk. Want dat is ook de basis, maar theorie is ook heel belangrijk. We hebben in acht om daar zeg maar 3 maanden mee bezig te zijn. En na die 3 maanden gaan we kijken wat de leerling nog nodig heeft om wellicht op specifieke gedeeltes extra theorie of praktijk te moeten geven. Laslokaal is in eerste instantie bedoeld voor BBL-leerlingen, maar zeker ook voor zij-instromers. Dus ook volwassenen die een carrière switch willen maken. De lessen worden ingezet om BBL-leerlingen, maar ook mensen die onbekend zijn met lassen en metaalbewerking, de kans te geven om door te stromen en zich te bevorderen in het werkveld waar zij geïnteresseerd in zijn. Dus je leert net iets meer over aluminium, over staal of over RVS. Dus je kan dadelijk beter uitstromen richting de daadwerkelijke praktijk. Dus je krijgt eigenlijk een betere aansluiting dadelijk met de werkmaatschappij waar je gaat werken. Het is een hele mooie ervaring om hier aan mee te mogen werken. Om de jongeren een basis te geven in de metaaltechniek. Want het is zo breed, zo veelzijdig. En ik kan er zelfs ook niet alles meegeven, maar een stukje basiskennis, dat is heel belangrijk.